Jaarlijks gooien we miljoenen lege batterijen weg. Zonde. En ook echt niet meer van deze tijd, want het heeft een onwijze impact op het milieu. Maar gelukkig heeft TWTG hier iets op bedacht. En daar gaan we het vandaag over hebben. Let's go. Nou, John, wat zijn we hier op een geweldige plek. Wat een fijn kantoor heb je. Ja, dankjewel. Ik zit nog maar 2 weken, zijn nog net aan het uitpakken, maar we zijn er heel blij mee. Kan ik me voorstellen, ja, zo lekker aan het water, lekker ruim. Maar goed, we zijn hier natuurlijk voor Twist Energy. Kun je me vertellen wat dat precies is? Nou, Twist Energy is een spin-off uit ons bedrijf. Ons bedrijf is TWTG en we ontwikkelen Internet of Things producten. Internet of Things zijn kleine apparaatjes die aan het internet verbonden zijn en eigenlijk overal geplaatst kunnen worden. Twist Energy is eigenlijk een soort vervangbaar batterijtje, wat de batterij vervangt, maar dan met een zonnecelletje werkt. En op die manier heb je eigenlijk nooit meer een batterij nodig, dus ook veel minder afval gebruikt. En hoe ver zijn jullie nu dan precies? We hebben de afgelopen 2,5 jaar daar gewerkt. Inmiddels zijn we zover dat we het eigenlijk product helemaal afontwikkeld hebben en nu aan het testen zijn in grotere schaal. Dus dit jaar testen we 100.000 stuks. Met als doel om dat volgende jaar naar miljoenen stuks door te schalen. En hoe werkt het dan precies? Nou, dan kan je best mee naar beneden. Daar hebben we onze werkplaats. En dan kan ik eigenlijk het allereerste prototype laten zien en hoe we dat gemaakt hebben. En hoe dat nu zeg maar, in het eindproduct ook ziet. En dan zie je eigenlijk alle componenten zitten. Nou, dit is onze werkplaats, eigenlijk onze speeltuin. Dat zijn onze slimme koppen die de hele dag bezig zijn om dit soort producten echt helemaal te engineeren. En te zorgen dat het allemaal goed komt. Ja, ik zie ook allerlei mannen een beetje knutselen met wat dingen. We noemen het zelf liever geen knutselen. Maar... Nee, dat snap ik. Maar het zijn hele kleine dingetjes. Want waar kijken we hier precies naar? Nou, wat je hier eigenlijk ziet zeg maar, zijn eindproducten die Trist gebruiken. Maar waar het allemaal mee begonnen is, was onze allereerste proof of concept. Ja. Waar Trist eigenlijk standalone echt deed wat hij moest doen. Dus dat klinkt de samenwerking tussen een heel klein zonnecelletje. Maar ook de elektronica die hij aanstuurt en die dat eigenlijk allemaal controleert. Hoe doe je dat dan als het 's avonds donker is? Want dan werkt hij niet. Ja, nou, goede vraag. Wat eigenlijk moet ontwikkelen is, aan de ene kant een zonnepaneel die het heel goed werkt met heel weinig licht. Dus deze zonnepanelen werken bijvoorbeeld ook in huis, zeg maar, onder je bureau. Maar dan heb je nog steeds problemen. Op sommige momenten is er natuurlijk helemaal geen licht. Nee, 's avonds. Daar hebben we eigenlijk een tijdelijke opslag. Dat kan je vergelijken als een batterijtje. Nou, dat is voor ons ideaal om zo'n nacht te overbruggen. Overdag genereer ik genoeg energie om uiteindelijk een hele dag te kunnen overleven. Waar wordt dit allemaal voor gebruikt? Nou, net als een batterij zeg maar, kan je Trist ook inzetten voor eigenlijk allerlei type elektronica. Het is echt een batterij vervangen. Bijvoorbeeld hier in de kantooromgeving, als je bureaustoelen zou willen monitoren of iemand erop zit. En je zou bij de ingang willen kijken waar kan ik vandaag flex werken. Is die hoek nog leeg? Dan wil je eigenlijk zien alle bureaustoelen, zeg maar, zijn ze nog bezet. Nou, dit is bijvoorbeeld een hele nauwkeurige bewegingsmeter. Die kan dus bijhouden of een stoel van iemand op dat moment op zit of niet. En dat dus doorpraten de hele dag door. John, kun je vertellen waarom jullie ooit zijn begonnen met Trist Energy? Het is eigenlijk een heel logisch product voor ons. De producten die we bij TWTG maken, die schalen heel erg groot op. We zijn een klein team, maar we maken dingen in gigantische miljoenen aantallen. Dus ja, wat bij ons, weet je, als we 10 batterijen weggooien, dan wordt het straks vermenigvuldigd. Daar moet je over nadenken, dat wringt. En we zien het een beetje als onze taak om onze klanten daarin op te voeden. En Twist Energy is daar eigenlijk een soort balans van die duurzame energie toevoegt aan die sensoren om te zorgen dat die afvalhoop gewoon kleiner wordt. En waarom vind jij dit dan zo leuk werk om te doen? Voor mij, in Nederland zit de verantwoordelijkheid. Ik vind dat we als persoon, dat voor mij heel erg sterk, je hebt die verantwoordelijkheid van alles wat je achterlaat. Of het nou producten zijn of iets, een idee, zeg maar, daar moet je je ding op pakken. En als een ander bedrijf het was geweest, had ik daar gewerkt. Dat was er niet, dus dit is mijn omgeving, eigenlijk mijn eigen speeltuin. Wat was nou een moment die je echt heel erg is bijgebleven in dit hele proces? Wij kregen toen heel veel hele gave reacties, maar ook van richting waar je het helemaal niet van verwachtte. Puur op plekken waar je helemaal geen batterij mag gebruiken in voedingsindustrie of vliegtuigen. Of kregen toepassingen door waar de impact nog veel groter was. Waardoor dit apparaat nog veel meer verschil gaat maken dan we eigenlijk van tevoren dachten. En wat zijn de volgende stappen dan? Ja, voor ons eigenlijk heel logisch opschalen. Zorgen dat dit geïmplementeerd wordt in alle producten waar het in kan. Zijn er nog bepaalde hobbels die er op je weg liggen nu? Ja, vast een hele hoop. Maar daar zijn we dan Nederlands en naïef genoeg voor om te gewoon te zeggen, ja, dat gaan we gewoon klaarspelen. Go for it, zou ik zeggen. Superleuk. En dankjewel dat ik een kijkje mocht nemen in jullie mooie speeltuin. Graag gedaan. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan dit soort gesprekken met ondernemers? Dat als je ze gaat vragen over hun toekomstdromen, dat die ogen dan oplichten en dat ze eigenlijk nog eindeloos door kunnen blijven praten over wat ze allemaal nog willen bereiken. Ben je benieuwd waar we over 2 weken langs gaan? Abonneer je dan nu op het YouTube-kanaal van Renault en dan zien we je hopelijk daar. Tot later!